Kom jongen, de gevangenis in, nu meteen. Ze mogen ons niet zien, anders zijn we echt de sjaak. Ja, gevangenen vragen. Maar dat wil ik helemaal niet. Ik hou niet van geweld. Als je dat niet doet, ga je naar de gevangenis. Auw, auw, nee! Volgens mij gaat het goed. Hij is goed aan het ondervragen. Ja, klinkt heel goed hoor. Ja. Auw, help! Ah, nee, niet doen! Nee, 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 nee! Zeg het nee. Gewoon! Ja, ja, ik zeg het. Ja, ja, ja. Niet slaan, nee, niet doen, niet doen. Kom jongens, we gaan ontsnappen. Goed idee. Goed. Ik ga ook mee. De drie jongens besluiten te vluchten. Waar zijn we? Ik heb echt geen idee. Dorst. Honger. Stinken. Hé, moet je die jongens zien? Ja. De jongens hebben geen flauw idee waar ze zijn. Jullie zijn in Rotterdam. Dat is in Nederland. Dan komen ze een paar zwervers tegen. Zij hebben door de crisis hun baan en hun huis verloren. De zwervers delen hun drinken, hun deken en hun eten met de jongens. De jongens besluiten bij de zwervers te blijven. Ze hebben het heel gezellig samen. Dan krijgen de zwervers een idee. Kan ik je helpen? Wij willen 3 kinderen adopteren. Dan zit je hier goed. Oké. Kan ik jullie helpen? Wij willen 3 kinderen adopteren. Hebben jullie een huis? Nee. Hebben jullie geld? Nee. Hebben jullie genoeg kleding? Nee. Nee. Nou, dan zijn jullie denk ik geen geschikte ouders. Er zit maar 1 ding op. De jongens worden naar een weeshuis gebracht. Wat komen jullie hier doen? Wij komen hier 3 kinderen brengen. Dat is goed. Wij zorgen wel voor. Jongens, ik heb goed nieuws voor jullie. Ik heb eindelijk 2 mensen gevonden die jullie willen opteren. Yay! Yes! Boom! Zijn dat wie ik denk dat het zijn? Het zijn de zwervers. Alleen het zijn geen zwervers meer. Ze hebben weer werk gevonden. En hebben nu genoeg geld om weer een huis en eten te kopen. En om de jongens te adopteren.